zijn onderweg naar Kevelaar. Kevelaar, ik weet niet hoe je het uitspreekt. We hebben vannacht in Oberhausen geslapen. Geen politie aan de deur. Dus we zijn goed uitgerust. Op tijd. We zijn verdwaald. We zitten in een weg waar ik niet in mag. En ik kan ook niet meer keren. Okay. Ja, we hadden de coördinaten ingetikt. En dat is niet handig. Diverse wegen waar we niet verder kwamen. Achteruit, terug, linksaf, rechtsaf. Uiteindelijk maar het adres ingetikt. En toen kwamen we wel op de juiste weg. Alleen, we vroegen ons wel af waar we terecht zouden komen. Het terrein is gelegen op een oude militaire kazerne. Of volgens mij een soort munitiedepot. Even druk, man. Water erin. En er trouwens een handige koppeling voor. Wat? Doris, kom jij de avond die geld ophalen? Okay. Water vullen, je wc lozen en je vouwwatertank lozen. Het is niet heel erg druk. Mag je ruzie met de buren krijgen, dan is het goed. Maak straks nog even een mooi rondje. Daar zie ik een afvalstation. En midden in het bos. We hebben even moeten zoeken, maar uiteindelijk gevonden. Ja, het leugenbankje. Ook leuk. De 6 ampère stroom. Hier hebben we de prijs, 59, ik dacht 57, maar goed. Inclusief stroom en waterpokker. De Aufenthaltsraum, die is gesloten. Helaas. Ja, en mazzel. Die bal van de regen, die wilde lekker binnen blijven. En hier kan je nog enige van de munitiedepots zien. Goed, het bleek dat we er geen wifi hadden. Ik bedoel geen wifi, maar ik bedoel eigenlijk geen bereik met onze mobiele telefoons. Ja, een dag zonder internet is een dag niet geleefd. Dus we vertrokken richting een andere camperplaats. En wel de camperplaats in het centrum van Kevelaar. Leek een vrij kleine plek, maar dat ging nog netjes. Het is trouwens een gratis plek. Het stadje zelf ligt op ongeveer een kilometer. Dus tijd om daar even een kijkje te nemen. Een snurkende kerstman, daar moet hij niks van hebben. Veel houtsnijwerk te krijgen in het dorp. En diverse grote kathedralen. Toch altijd indrukwekkend om even te kijken. Ja, en dan ben je aan het filmen. En dan gaat er even eentje zijn geluidsinstallatie testen in de kerk. Of... hij is proberen aan te tellen. Ik weet het niet. Maar ja, het bezoekje aan Kevelaar was wel leuk.
diverse winkeltjes bezocht en weer het een en ander gekocht. Bizar. Wij gaan morgen weer verder richting Kuik, waar we de feestdagen zullen doorbrengen. Bedankt voor het kijken. Vindt u onze filmpjes leuk? Geef dan een duimpje omhoog. En abonneren vinden we ook helemaal top. Je kunt ons ook vinden op Facebook en op Instagram. #demazzelcamper. Bedankt voor het kijken. De mazzel.